Dit is de pickfist van de dag. Dik shout-out naar de maker. De maker noemt Omar. Thanks Omar voor deze geweldige pickfist. Als er mensen zijn die nog altijd niet weten hoe je pickfist van de dag kan worden, die stuurt gewoon een foto, tekening, weet ik veel wat, door van jouw pickfist naar mijn Twitter of mijn Facebook of mijn mailadres. En dan maak je kans om pickfist van de dag te worden. Ik pik elke dag de mooiste eruit. Dus let's go! Yo YouTube, morgen is het 1 april. Zoals jullie weten, halen de YouTubers dan de beste grapjes uit. Haha. Ik stop mijn YouTube. Hilarisch. Echt geweldige filter. Doorzichtige grapjes morgen op YouTube. Ik kijk er echt al naar uit. Wow, het gaat zo geweldig zijn. En zelf, ik doe er aan mee. Ik heb dit jaar echt, ik ben er al fucking lang mee bezig. De video is klaar. Morgen komt mijn 1 april video online. Het is iets volledig anders. Het is een soort van liedje die ik heb gemaakt. Ik heb er fucking lang aan gewerkt. Dus ik zou het echt vet vinden als jullie morgen op YouTube die video zouden kunnen checken, liken, delen. Als je een beetje mee bent met wat er allemaal aan het gebeuren is met YouTube, jullie gaan het hilarisch vinden. Dames en heren, we gaan eraan beginnen. Het wordt een vette video. Vandaag gaan we gewoon nog altijd een normale video maken. Vandaag is het geen 1 april natuurlijk. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zal zeggen let's go. Yo YouTube, ja, hier ben ik. Oh, ja, nu ben ik hier. Ja, ik ben hier gewoon zo van yo. Vandaag spelen we Black Ops 3. Ja, jullie snappen het. Als ik dit spel speel, dan is het geen fake shit. Wow. Na al die shit van King Alert en zo en na alle dingen, dacht ik eigenlijk dat ik eigenlijk alle slechte kutzooi en alle tumors van YouTube had besproken met jullie. Maar natuurlijk blijven wij altijd op het vlak van YouTube en zo. En dan gaan we eigenlijk niet eens naar andere social media. Want er is superveel social media. En ik was eigenlijk een paar hele grote ziektes van het internet vergeten te bespreken met jullie. Ja, mama. Serieus dat we nu gaan eten? Moet ik nu komen eten? Is het eten nu klaar? Ja. Nu? Ja. Het is geen 1 april grap. We zien 31 maart. Het is nu... En het eten is nu klaar. Ja. Dan record ik ook een keer een video, dan moet ik eten. Zie jullie na de pauze, na de break. Wat doe je nu? Record ik ook een keer een video. Tot zo. Ik heb kaaskroketten gegeten. Zo ben ik weer terug in mijn buikje zit lekker vol. Zo kunnen wij beginnen aan het geweldige onderwerp. De grootste ziektes, de grootste gezwellen van internet. A.k.a. Matty B-Raps, Jacob Sartorius en elke fucking mooie boy op internet. De meeste meisjes gaan waarschijnlijk gewoon zeggen dat ik deze video maak omdat ik jaloers ben, omdat ze heel bekend zijn, omdat ze waarschijnlijk veel geld verdienen en omdat gewoon elk meisje aan hun ballen ligt. Dat is echt zo, zij kunnen met hun vingers knippen aan wij beginnen hun tepels te likken, om het zo te zeggen. Niet van jullie weten wie die mensen zijn, in case you don't know. Jacob Sartorius doet helemaal niks en is gewoon bekend. Geen flauw idee waarom, hij is weet ik veel. En Matty B-Raps, ook geen idee waarom die bekend is. Dat is ook iets vaag. Die zingt liedjes of zo. Ik noem dat al niet zingen, maar het is, ik weet niet, wat is dit? What the fuck? En ik weet niet of er nu mensen naar deze video aan het kijken zijn die echt oprecht fan zijn van Jacob Sartorius en Matty B-Raps. Maar die mensen zijn echt fucking bekend. En ze organiseren ook meetings. Dan dacht ik bij mezelf van oké, misschien is die Jacob Sartorius een skateboarder of zo, of weet ik veel, een zanger. Dat is niet zo, hij is gewoon mooi of zo. Hij neemt selfies en dat is zijn talent. Hij heeft een leuk plukje haar en hij kan goed selfies maken. Die heeft fucking veel geld en die... Kom, dan zou ik naar een meeting gaan van die dude en gewoon mijn knuppel meenemen. En ik zou de 25 euro betalen voor het ticket en gewoon met deze knuppel zijn hoofd inslaan. Die kerel organiseert meetings waar hij dan gaat zingen of zo. Waar kinderen $25 tot $30 betalen om die dude te zien. En dan staat hij daar gewoon te zingen. H-I-J-K, L-M-N-N-O-P, Q-R-S-D-U-V-W-X-Y-Z, 1-2-3-A-B-C. Zijn serieus kinderen die daarvoor betaalden en meisjes die daar hele hartaanvallen krijgen. Ik snap het niet. Ben ik zo oud aan het worden dat ik zelf die dingen niet meer begrijp. Is gewoon bekend omdat zijn plukje haar meisjes nat maakt. En om dan te beginnen over Matty B-Raps. Nou, spreekt voor zich. Dat is echt zo'n muziek waar ik me weer moet gedragen als toen ik 11 was en naar Justin Bieber ging luisteren. Echt, het gebeurt gewoon. Van die muziek gebeurt het gewoon echt. Please, Matty B-Raps, stop. Stop.
Waarom zijn die mensen zo populair? Ik werk hard en ik doe mijn best om goede video's te maken. En zij hebben fucking veel geld en veel subs. En zij zijn het perfecte voorbeeld van hoe uiterlijk je bekendheid kan beïnvloeden. Maar zij zijn ook wel echt doe maar gamen van YouTube. Of elk ander fucking social media platform. Als je ze avond wil lachen en echt gewoon echt hard wil lachen. Dan moet je eens gewoon een avond de comments lezen onder de Insta-foto's of de tweets van Jacobs te trollen. Hoeveel meisjes die daaronder zetten dat ze hem willen pijpen, dat ze hem willen neuken, dat ze verkracht willen worden door hem. Echt, wow, er is hier iemand. Hello, my friend. 1 april! April jokes, man. Dus, wil jij dood? En wil je snel doodgaan? Kijk dan naar de Twitter van Jacob Sartorius. Jacob Sartorius. How can you be so pretty? Kind is 12. Not even kidding. Hij is 13 of 12. Toen ik 13 was, wist ik nog niet eens wat leven was. Ik wist nog niet eens hoe ik uit de baarmoeder moest komen of zo. Maar okay, times change. En als die dude vindt dat hij zijn plukje haar zo moet beschermen, dan is dat goed. Want het leven is leuk. Ik ben dood. En hierbij ga ik ook de video afsluiten. Ik moet nog een beetje editen aan de video van morgen. Dames en heren, vonden jullie het nu een vette video? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, Jacob Sartorius. I like de video. Yo. Oh, kut zo. Yo.